Dan gesproken? Ja. Over wat op de deur ging. Ja. En ik ben de wijkagent en het is me niet eerder opgevallen. Okay. Dus ik denk, nou ja, laat ik maar zelf gaan kennismaken met die man. Ja. Vandaar en deze actie. Nee, niks. Nee, ik ga niks doen. Hij is van Emeren. Dus. Dag, ben je Andrari. De beheerder. Collega-assistent. Hallo. Dus ik ben altijd prettig om mensen te leren kennen in mijn wijk. Oké. Okay. Dus vandaar. Ik zie een brief. Je hebt een brief gestuurd of zo, begrijp ik. Ja, nou, ik... Ja, als je behoefte aan gesprekken, dus ik denk van nou liever niet. En u bent vrij, hè? In, wat is het doel dat u hier bent? Als wijkagent de man leren kennen, van waar deze actie. Daar is waarschijnlijk iets van frustratie of zo. Ik woon hier al 10 jaar en er is nooit een wijkagent bij mij langs geweest. Ja, dus. Nee, maar ik ben een bedrogen wijkagent in mijn wijk. Okay, ja. Ik probeer mensen te leren kennen, in de goede zin van het woord. Hè. Dus, en ja, ik vind dit ook iets van frustratie. Uit nieuwsgierigheid ook. Ik snap het, ik ken het verhaal. Ja, dat hangt erom, omdat het bij veel mensen gewoon nog niet bekend is. Ja, maar dat klopt. Ja. Klopt. Maar dat spel, daar is natuurlijk, ik weet het, de minister heeft betaald natuurlijk. Ja. En terwijl achteraf en dan later van, oh, ik moet maar stoppen met advocaatkosten betalen. Voor iemand die zich schuldig maakt en nare dingen. Ja. Ja. Maar dat is politiek, daar hou ik me erbuiten. Nou, er is nog iets. Ja. Bent u bekend met het verschil tussen een naam in hoofdletters en in gewone schrijfwijze? Nee. Nee? Help me nou. Okay. Ik wil altijd nieuwe dingen leren. Ja. Ik ben er dus achter gekomen dat er een verschil is tussen die twee. Ja. En dat de naam die de overheid gebruikt altijd in hoofdletters is. Okay. En op mijn geboorteakte staat mijn naam in normale schrijfwijze. Dat is me nooit opgevallen. Meen je dat nou? Nee, serieus. Nee. Okay. Dat blijkt dus een verschil te zijn tussen een mens en een persoon. Persoon. Ja, dus een mens, we staan hier alle vier als biologische levensvormen, dat zijn mensen. Ja. En dan heb je personen en dat is door de overheid bedacht. Bedacht en die bestaan in werkelijkheid niet. Okay. Alleen die overheid waar u voor werkt, die doet net alsof wij allemaal personen zijn. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Okay. En tot voor kinderen, op het moment dat je bij de burgerlijke stand komt om je kind aan te geven, blijkt dus eigenlijk dat je afstand doet van je recht als ouder en je kind overdraagt aan de staat aan Nederlanden. Nee. En die verklaart het kind dood als het 7 jaar oud is. En dan heeft het niet meer de naam in hoofdletters en schuine letters, maar alleen nog maar in hoofdletters. Maar wat er dus gebeurt, als je dan een burgerservice-nummer aanvraagt, dan wordt er een nieuwe bedrijfsentiteit zeg maar aangemaakt. En dat heet dan de 60Q V-trust. En dat is de persoon die wij kennen. En daar zit eigenlijk dat kindpersoon een soort van weggemoffeld in. Want de overheid heeft, daar zit namelijk een hoop geld in. En de overheid die drukt dat achterover. Okay. Nou, ik heb de naam van mijn natuurlijke persoon heb ik geclaimd als mijn eigendom. Ja. In een landelijke krant. Okay. En daar heeft niemand bezwaar tegen gemaakt. Dus ik heb nu de recht op die naam. En ik kan andere mensen verbieden gebruik te maken van die naam. Ja. En, maar stel dat iemand die je naam. Stel dat iemand bijvoorbeeld, ik ben hard op aan het denken, ook je achternaam heeft. In de landen. Dat iemand ook je achternaam heeft. Ik heb een familienaam. Ja. Ik heb geen achternaam. De persoon heeft een achternaam. Nou, je familienaam bedoel ik. Wat is je familienaam? Wacht eens. Okay. Stel dat iemand ergens ook een familienaam van u ook draagt. En ook toevallig wordt genoemd zoals u. Zou je daar bezwaar tegen kunnen doen? Dat zou ik kunnen doen. Ja? Ja. Okay. Maar na die 6 weken, dat mensen daar de tijd krijgen om bezwaar, snap ik. 6 weken. Is het dus van mij? Okay. En heb ik bij uw staatshoofd, de heer Willem-Alexander van Gastberg, want die heet helemaal niet van Oranje, heb ik het eigendom geclaimd van die persoon. En heb je een reactie op gehad? Daarin heeft hij 6 weken de tijd gehad om daar bezwaar aan te tekenen, als hij het er niet mee eens was. Ja. En hij heeft ermee ingestemd, want hij heeft geen bezwaar gemaakt. Oh, nee. Dus ik ben nu de enigste aandeelhouder en, van de naam. En executeur van de persoon Hendrik Jans Baggers. Ja. En ik verbied de overheid om gebruik te maken van die persoon. Dat is uw recht. Ja. Maar van waar deze actie tegen deze meneer? Is het puur gewoon om aandacht te brengen onder mensen? Omdat die meneer al 15 jaar lang in binnen- en buitenland beschuldigd wordt van het misbruiken van kinderen. En hij wordt door staatsgeld. En met betrokkenheid bij moord. Ja. En hij wordt door staatsgeld, bedoel je,
Ja, ja, vertegenwoordigd. Niet alleen dat, maar als iemand mij zou beschuldigen daarvan, weet je, dan kwam u mij ophalen en klopt. Dan is het gewoon in voorarrest tot de rechtszitting. Maar weer een persoon. Ja, ja, maar... Wilt u gaan? Oh, sorry. Ja, okay. Nee, het is gewoon. Het is gewoon. Het is zo zwaar. Ja, ja. Dus ik zit. Nee, want het is gewoon een gewoonte. Ja. Gewoonte, dus je hoeft niet bang te zijn. Nee. Kom je niet halen. Ik vind het ook prettig. Ik ken meneer Demmink niet, natuurlijk. Ik ken hem ook niet. Ja, van gehoord. Ik weet ook niet of hij daadwerkelijk betrokken is geweest bij dat soort dingen. Dat maar moet blijken later. Maar ik vind het wel heel vreemd. Het is wel opvallend. Dat er heel veel moeite gedaan wordt om dat in het hoofdpot te stoppen. Okay. Ja, maar dat is vaak zo. En ik wil graag dat dat uitgezocht wordt. Ja, maar terecht. Nou, ik ben blij je te leren kennen. Ik ben een wijkagent. En de mensen hebben me gevraagd, dan doe ik altijd van, ik moet het weten. Dus vandaar. Ja. En even kijken, zoals je kunt zien, dat is mijn auto. Omdat ik niet meer onder de staat Nederland val. Heb ik mijn voertuig ook in mijn privébezit genomen. Maar dat mag niet, hè? Ja. Dat zijn geen geldige kentekenplaten. Ja. Nee, serieus. Volgens wie? Volgens de wet voor de verkeerswet. Wat Nederland. Ja, nee. Maar serieus, ik ga niet vertellen. Maar als je wordt zo rijdend aangetroffen, dan zitten ze aan de kant. Ja, dat mag. Denk ik. Gaat het nog altijd? Nee. Aankomen niet natuurlijk. Maar je krijgt dan een bekeuring, want ze nemen de auto in beslag. Op grond daarvan? Ja, op grond van... Van wie zijn autoriteit? Ja. Volgens welke wet? Ja, nee, maar daar kunnen we heel veel discussie, maar dat heb ik niet bepaald. Maar, is de wet. Je kan niet boven de wet staan. Nou, maar u erkent soevereine mensen, want uw staatshoofd is soeverein. Ja. Maar ik spreek namens de twee wetboeken van het strafrecht. Strafvordering en verkiezingen. Ja, daar val ik niet onder. Ja, alleen personen vallen onder het daar. Ja, maar dat zou je wel. Dat zou ik betwisten. En ik ben geen persoon. Nee, maar prima. Maar ik waarschuw gewoon. Het zou zonde zijn, je krijgt gewoon een bekeuring. Ja, en dan wordt de auto ook Dat zou heel zonde zijn voor de politieagent die dat doet. Want bij mijn verklaring van begrip en intentie zit ook een kostenschema inbegrepen. Ja, prima. Voor gevallen als dat ik gearresteerd word of in elkaar geslagen word. Of dat er stullen van mij gestolen worden. Nee, zo ver gaan we niet. Op een hartstikke aardige manier. Nee, maar, nou, dat, maar we zijn dat gedekt kan voor. Wel, dat kan u wel zeggen, maar uw collega pakketwachters hebben mij vorig jaar wel in elkaar geslagen in de rechtbank. En daarvoor loopt nog een grote vordering. Ja, maar we moeten geen geweld gebruiken tegen mensen die vreedzaam zijn. Kijk, je mag vrijheid van mening vinden prachtig. Dat is groot goed in Nederland, dat respecteer ik. Maar we gaan niet elkaar te lijf. Tenzij jij te lijf gaat, dan moet ik dat antwoorden niet geweld. Maar dat doe ik liever niet. Je praat altijd de kunst om altijd te praten. Maar ik zeg je gewoon, denk erom, want dat kunnen ze wel. Als je hier gaat motor, denk ik, want dit is ook uw motor, neem ik aan. In mijn VB heb ik mij geconformeerd aan de universele rechten van de mens. Nee, maar dat mag, joh. Dat is jouw recht. Maar ik zou zeggen, zoals die staat al daar op de openbare weg, moet die voorzien zijn van kentekenplaten. Nee, zoals dat volgens mij. Nee, joh, ik ben ook geen... Als u dat wil komen beweren, dan mag u eerst even aantonen dat de staat Nederland eigenaar is van het grondgebied. Maar dat gaat me boven mijn pet. Bekend staat als Nederland, want dat kunt u niet. Hebben jullie kennelijk meer verdiept in dan ik. Ja. Maar ik zeg gewoon, zoals in de wet staat voorschreven, een auto, een motorrijtuig op de openbare weg volgens artikel. Maar die wet is gewoon de statuten van een commercieel bedrijf en dat heet de staat Nederland. Ik ga me maar verdiepen in... En die krijgen pas de rechtsgeldigheid als iemand daar vrijwillig mee instemt of bij uw bedrijf in dienst is. En dat is niet het geval. Ik zou zeggen, ik maak wel een melding voor, maar het is aan u. Maar denk erom dat u zo rijdt. Mag ik deze telefoons opnemen? Ja. Nou, meneer Bartus, ik ben nogmaals voor uw tijd. Fijn u te hebben leren kennen. Als er nog iets is, kan u altijd bellen. Bedankt voor de aandacht. Oké, tot ziens. Die wil ik. Nee, is goed. Ik vind het wel prettig om zo mee te praten. Dus. Misschien een andere keer kunnen we elkaar spreken. Ja, nog ja zeker. Ik vind het wel leuk, interessant. Zulke mensen met andere gedachten. Alleen denken omdat ze jou kunnen aan de kant zetten. Ze laten mag altijd. Ja. Nee, tuurlijk. Okay. Ja. Mooi. Hey, leuk. Dank u wel.